In het filmpje wil ik jullie laten zien wat je met een QWERTY Bluetooth toetsenbord kan. En deze is van Mufit en komt van de webshop mobielbereikbaar.nl. Hij kost €39,95 en hij is geschikt voor heel veel mobiele telefoons en tablets. Hij is geschikt voor Android, iOS en Windows. En ik heb twee Samsung apparaturen, zowel een mobiel als een tablet. En ja, ik zal jullie laten zien hoe ik dit toetsenbord daarmee gebruik. Nou, als we kijken naar de inhoud, dan zit er dus een toetsenbord in, vrij logisch. En ook een beknopte handleiding. Wat stickertjes die je onder het toetsenbord kunt doen. En een kabeltje om hem op te laden. Volgens de handleiding is het heel simpel. En hoef je alleen maar twee knopjes te gebruiken. Nou, ik hou net uit de verpakking, dus ik ben benieuwd of die al is opgeladen of niet. We doen eerst het knopje van uit naar aan. En dan gaan we een lampje branden. Dit lampje gaat er 4 seconden uit. En dan druk je de, of nou ja, het blijft knipperen. Dan druk je de connect knop in. Dan ga ik met mijn apparatuur, in dit geval de Samsung Galaxy Note 3, Bluetooth even aanzetten en kijken of ik het toetsenbord kan vinden. Dit zijn de beschikbare apparaten en zoals jullie kunnen zien staat het toetsenbord ertussen. Dus die ga ik eens even proberen te koppelen. Nou, ik wil hem koppelen en ik krijg een nummer in beeld. En het nummer ga ik intypen op mijn toetsenbord en vervolgens druk ik op enter. En het toetsenbord is aangesloten. Ik heb ook een Samsung mini tablet. En ik ga eens even kijken of ik die ook kan koppelen. En dat is ook al gedaan. Dus dat gaat echt super simpel. Laten we eens kijken hoe het werkt. We gaan naar internet. Typen een site in. En hij doet het wel. En nu zie je direct welke toetsenborden ze bij mobiel bereikbaar verkopen. En dit is het toetsenbord dat ik nu gebruik. Zoals je kunt zien is die geschikt voor 147 toestellen en tablets. Ik ben blij met mijn toetsenbord. Nou kan ik overal bloggen. Of dat nou thuis is, onderweg in de trein of aan de andere kant van Nederland. Ik heb mijn blog altijd bij me. Het handige aan een klein toetsenbord is dat je het overal mee naartoe kunt nemen. Je pakt hem in samen met je mobiel of tablet en hij past in bijna elke tas. Zo, klaar om te gaan. Oh ja, vergeet het kabeltje niet. Deze kun je opladen aan je laptop, maar je kunt ook bijvoorbeeld de oplader van je mobiel meenemen en hem daaraan doen. Zo heb je altijd een opgeladen toetsenbord.